Johan, we zijn bij de Oostkerk, die momenteel nogal aangepakt wordt door bouwvakkers. Die wordt verduurzaamd, maar deze mooie oude kerk is wel heel relevant voor de volgende brief. Vertel. Ja, dat is eigenlijk een verkapte sollicitatiebrief aan Johannes de Meij. Dat was een hele bekende dominee in de 17e eeuw. In Middelburg? Ook in Middelburg. Heeft ook nog op andere plaatsen gepreekt. Maar uiteindelijk is hij hier in Middelburg als predikant geëindigd en beroepen. Die sollicitatiebrief die werd geschreven door Johannes Dodieslager. En dat is een eerste van een hele reeks aan sollicitatiebrieven. Deze man die zou tegenwoordig heel goed overweg kunnen met onze huidige social media, als Facebook en LinkedIn waarschijnlijk. Want hij had heel goed door dat hij aan Jan en allemaal zijn sollicitatie duidelijk moest maken. Hij heeft tientallen brieven geschreven aan alle hooggeplaatste personen in Zeeland. En iedereen die hij maar kende, van zakenlieden tot politici, maar dus ook dominee de Meij. Ze kennen elkaar waarschijnlijk persoonlijk. Hij begint zijn brief met dat het hem erg spijt dat hij heel haastig afscheid moest nemen toen hij naar Suriname vertrok. Dat is in het najaar van 1671 gebeurd. Hij is in september daar met zijn gezin gearriveerd als pottenbakker. Maar deze pottenbakker die kon dus kennelijk wel wat meer, want zijn Nederlands is echt heel erg goed. En nou, hij beschrijft dan eigenlijk wat hij in de kolonie aantreft. Hij is heel positief daarover. Dat moet hij ook wel gezien zijn sollicitatie natuurlijk. Het belangende deze rivieren is vermakelijk en een vruchtbaar land van suikerriet, zodat deze provincie de hand daaraan gehouden werdende een schoon land zal worden. Het mankeert hier al aan inwoners en ook nog aan negro's, die komende zouden in weinig jaren een schone negotie op Zeeland maken en het vervallen weder schoon opbouwen. Dus hij geeft aan dat het een prachtig land is met heel veel mogelijkheden om van alles te verbouwen. Maar het blijkt dus ook dat er nog maar heel weinig inwoners uit de Republiek zijn gearriveerd op dat moment. We hebben het over 1672 en dat er ook nog maar op dat moment heel weinig slaven aanwezig zijn. Dus die zouden echt pas allemaal in de 18e eeuw massaal komen. Dus eigenlijk het bijzondere aan deze... Hij maakt dus eigenlijk onderscheid in zijn brief in twee soorten mensen. Hè? Dus de inwoners uit de Republiek aan de ene kant en de slaven aan de andere kant. En dan is het eigenlijk best opmerkelijk dat hij zijn brief richt aan dominee de Meij, want die nam nu juist een interessante positie in dit debat, wat tegenwoordig natuurlijk in alle hevigheid woedt. Johannes de Meij die had in zijn kortingen bedenkingen over het kopen en de verkopen der mensen, had hij namelijk geschreven, dat hij op zich niet tegen de slavenhandel was, maar hij vond wel dat mensen die eenmaal christen waren, dat die uiteindelijk ook niet alleen moreel vrij zouden zijn, maar ook fysiek vrij moesten zijn. En daarnaast, wat deze de Meij heel duidelijk aangaf, was dat hij de wijze waarop die slavenhandel werd bedreven en de wijze waarop slaven werden ingezet, dat vond hij ronduit mensonterend. En daar verzette hij zich ook tegen. Oké, dankjewel voor je toelichting.